We hebben een bibliotheek gemaakt die nergens in de wereld staat. Je wil sterke dingen maken. So simply the sliding door. And we have sliding doors all over. Ik vind dat ik producten maak. Ik bedenk dingen en die maken we. Design vind ik altijd een heel verkeerd woord, want design is iets van milieus, snel, mooi. I would classify him as a part of the minimalist area, of course. Will is theoretical mind, conceptual mind, and also somebody very practical. So it's a very interesting dialectic. What I always like is that that someone is able in one page to show the work. Ik wil dat iedere student zijn eigen kwaliteiten ontwikkelt. Alle trappen hebben een andere op- en aantreden. Dus de hellingshoek van de trappen verschillen. Sommige trappen lopen heel aangenaam en sommige trappen lopen moeilijker. Dat betekent, de jongen en de meisje nu lopen, die lopen eigenlijk op een trap waar ze heel sterk moeten concentreren op de treden. Omdat die treden eigenlijk veel te groot is. En die irritatie, daar heb ik van geleerd dat dat heel erg interessant is. Wij denken in Nederland, met onze 16 miljoen mensen, dat het een druk bevolkt land is. Dat is helemaal niet zo. We kunnen leren dat misschien door 2 of 3 keer zoveel mensen in Nederland te laten wonen, dat we daarmee onze infra helpen. Ik denk dat kunst ook altijd een gebruikswaarde moet hebben. Nou, wat ik enorm interessant vind aan het werk van Mies, is dat het werk eigenlijk schaalloos is. Hè? Net als de Egyptische piramide of de grote tempels van de Grieken. Daar kunnen we iets van leren. Dat naast elkaar, dat is toch wel uitzonderlijk in deze stad Zurich. Daar moet je, vind ik als architect, heel erg bewust van zijn. Dat jouw gebouw in een omgeving iets bewerkstelligt.